Ik heb vanmiddag wat verder van huis gevist. En ja, dat ging zo snel. Ik had meteen een naam beter, dus ik ben helemaal vergeten om een introotje te maken. Nou, niet zo erg. Want ik hou deze stek toch graag voor mezelf. Het is een leuke middag geworden. Ik zal het je straks laten zien. 4 aanbeten, 3 leuke vissen gevangen. Ja, ik ga naar huis. Ik barst van de pijn in mijn rug. Dat me net is gescheurd. En dan moet ik bukken om de kielgreep toe te passen. En de bukken gaat nog net. Maar dan weer overeind komen, die vis is een drama. De riet. Die snippers die waaien alle kanten op en die komen op mijn vis. Nou ja, dan moet ik maar even extra wassen straks. Schip eraf. Goed zo. Ik onthaak mijn snoeken in mijn net op een zachte ondergrond. Hier heb ik helaas geen keuze, want het is overal gehaakseld riet. En dat geeft me nog een rotzooi. De onthaakingsmat heeft ook geen enkele zin, want alles blijft eraan plakken. Ze worden langzaam groter. Ja, ook dit is een grassnoek geworden.
door al het gesnipperde riet. Wat een zootje. Nou ja, het zei ze. Ik wil heel snel terug. Ik ga op huis aan. Tot de volgende keer.